Het is begin 1941. De Duitsers houden intussen al ruim een half jaar Nederland bezet en de eerste maatregelen worden van kracht. Er zijn maatregelen tegen Joden die openlijk gediscrimineerd worden, maar er zijn ook maatregelen die de hele samenleving raken. Sommige Nederlanders moeten verplicht werken in Duitsland en de NSB, waarvan nog geen 1% van de bevolking lid is, krijgt het meer en meer voor het zeggen. Op 22 en 23 februari pakken de Duitsers voor het eerst honderden Joden op. Na alle eerdere maatregelen vormt dit de directe aanleiding voor een massale staking in Amsterdam, Hilversum, Utrecht, maar ook in de Zaanstreek. Een unieke staking. Het is de eerste keer in bezet Europa dat de bevolking openlijk opstaat tegen de Jodenvervolging. Het monument dat aan de rand van de Wilhelminasluis in Zaandam staat herinnert aan deze staking. 16.000 Zaankanters deden mee aan de februaristaking en verzamelden zich op de Dam in Zaandam, waaronder Chris Kabel. Het doet me denken aan een hele bijzondere dag die eindigde in een verschrikkelijke desonant. Op 26 februari heb ik het idee gehad van, we deden er zelf wat aan. We hebben zelf, de mensen kwamen de deuren uit, iedereen die was reliant op die lui. Je nam het heft in eigen hand, je deed het zelf. De februaristaking. Vanuit alle lagen van de bevolking wordt er gedemonstreerd, met instemming van de burgemeester van Zaandam. Het lijkt een spontane actie, maar er gaat een geschiedenis aan vooraf. Vooral de discriminatie van Joden gaat voor velen veel te ver. Zo ook voor Dirk Maai. Hij staakte ook. In de oorlog werkte hij voor het Zaanse gasbedrijf. Ik voel dat ik dat moet doen. Ik had een chef daar aan het gasbedrijf. Die was getrouwd met een Joodse vrouw. En die mocht niet meer, omdat ze een half Joods gezin was, niet meer in gemeentedienst. Die werd ontslagen. Die moest weg. Het is dus nog maar begin 1941. De Duitsers zijn nog maar net in Nederland. Joden zijn dan al ongewenste burgers. In Amsterdam gaat dat nog een stap verder. Hier worden Joden regelmatig door NSB'ers getreiterd en bedreigd. Muren worden beklad met anti-Joodse leuzen en ruiten van Joodse winkels worden ingegooid. Als de politie het aan de stok krijgt met een groep mannen die zich hier tegen verzet, laten de Duitsers zien dat er niet met ze valt te spotten. In een razzia pakken ze voor het eerst op grote schaal Joodse mannen op. 425 Amsterdamse Joden moeten op transport. Door die Duitsers waren er ook al maatregelen genomen die iedereen trof. En die iedereen in zijn vrijheid beknotten enzovoort. En dat besef, dat werd mede door die razzia's ook naar de Joden. En die provocaties vooral die er plaatsvonden door de NSB. Hè, die in die tijd dacht van, ons koninkrijk is gekomen, om het zo maar eens te zeggen. Dat daar natuurlijk langzaam maar zeker een soort brandend vuur ontstond. En wat culmineerde in het onrecht wat de Joden toen aangedaan werden. Die grote razzia is de druppel voor veel Amsterdammers. Via het communistisch verzet komt er een oproep aan alle Amsterdamse arbeiders om te staken tegen de nazi's en de maatregelen die ze tegen de Joden hebben getroffen. Dit doen ze door een zogeheten manifest te verspreiden. Op 25 februari leggen in Amsterdam tienduizenden mensen het werk neer. En dat bericht bereikt de Zaanstreek. En vandaag in de dag, als jij je Facebook nakijkt en je hebt 100 volgers en je stuurt een bericht en die 100 die gaan ook weer verder, dan heb je gauw mensen bereikt. Maar dat was toen niet zo. Dat manifest van staken, dat moest uit Amsterdam gehaald worden. En niet alleen hier in Zaandam, maar door de hele Zaanstreek waren er mensen opgeroepen om dat manifest te komen ophalen en te gaan vermenigvuldigen. Gerrit Koeman en zijn vrouw Beb waren een van de mensen die het manifest voor de Zaanstreek maakten. In hun huis aan de Doniastraat in Zaandam. Het begon natuurlijk de 25e al. Ze kwam al heel gauw door dat die staking uitgebroken was. Ja, je was er meteen voor in dat je ook ging staken. Dat is toch logisch? Toen hebben ze een pamflet samengesteld. En dat werd goedgekeurd. En dat is over al die groepen, want overal in de Zaanstreek waren natuurlijk groepen die wat gingen organiseren. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog zijn er veel fabrieken in de Zaanstreek en er werken dus veel fabrieksarbeiders.
Die zijn goed georganiseerd. Dat komt met name door de communistische partij die de arbeiders meer macht wil geven. Op 26 februari, vroeg in de morgen, verspreidt het manifest zich snel door de Zaanstreek. Het komt terecht in Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie en Wormer. Nog voordat de meeste arbeiders aan het werk gaan, zijn ze op de hoogte van de oproep tot staken. Om 7:30 begonnen we. Hoorden we het, er werd al over gepraat. En toen waren er al biljetten. En er werkten ook wel een paar communisten op die nou die biljetten meegenomen hebben. Dat durf ik niet te zeggen. En er werd over gediscussieerd. Staakt. Over de Joden, dat er die vervolgd werden in Amsterdam. Tussen 9 en 10 kwam er een groepje mensen aan de fabrieksingang. En die kwamen dus vragen of personeel ook wilde staken. Nou, en er werd mij ingestemd. Dat ging vrij snel. Het zuideinde van Wormerveer, dat was eigenlijk 1 industrieterrein. En ik zie het nog, een van die voormannen van Krokkelaan, dat was ook een Wormerveerder, die voerden het woord dat wij ons aan moesten sluiten. En het gebeurde ook spontaan, ja. En toen gingen we in optocht, in kolonne gingen we naar Wormer. En toen gingen we daar die fabrieken langs, de Lassie en de rijstpellerij van de Unie. En die sloten zich allemaal bij de staking aan. En zo doet het ene na het andere bedrijf mee. In totaal staken meer dan 200 Zaanse bedrijven. Duizenden mensen gaan de straat op in een protestmars richting Zaandam. En die groep blijft niet beperkt tot fabrieksarbeiders. Ambtenaren, kantoorpersoneel, scholieren en ook winkelbedienden, allemaal staken ze. Genoemd protest gaat uit van het gehele winkelpersoneel afdeling Zaandam. Is niet bedoeld als staking voor materiële belangen van het personeel, nog tegen de bezettende overheid. Toch voor het behoud van onze Nederlandse vrijheid en het biediging van geloof, ras en politieke overtuiging. De bedienden deden mee. Dat was op zichzelf was natuurlijk ook een hele belangrijke stap. En ik keek net nog even naar het beeldje hier al. En dan zie je dan die bediende, die arbeider, die vrouw en die mannen zie je samenkomen erin. En dan denk ik, ja, dat is wat er toen gebeurde. En toen kwam dat bericht door van de Joden, vervolging in Amsterdam. En dat was dan de directe aanleiding om ook te zeggen, daar ben ik tegen. Ik staak ook. Ik heb toen gestaakt. Ik dacht, ik ga maar niet naar buiten toe, want ja, er liepen allemaal van die grunne politie mensen met geweren op de schouder. Ik denk, met volk op loopje krijg je misschien geduvel. Ik ga rustig naar huis. Nou ja, zo trok iedereen, als die in Zaandam woonde, naar de Dam toe. Dat werd toch druk daar. Maar iedereen was zo verontwaardigd. Dat je had de hele bevolking had ook mee. Ik ben met die groep mee gaan fietsen naar Zaandam toe. Onderweg werd het, het trok het dus de aandacht. Het was een beetje luidruchtig natuurlijk. En hier en daar stopten ze bij bedrijven om te vertellen wat er aan de hand was. En uiteindelijk kwamen we dus ook in Zaandam terecht, naar het centrum van Zaandam. Er was een heleboel volk op de been natuurlijk. En daar zijn later nog mensen opgepakt door de groene politie. En toen hoorden we de schoten, werd geschoten op de Dam. En toen vloog iedereen de kant op om dekking te zoeken en de weg te wezen. Dat was me niet gewend dat er zo ingegrepen werd. Hè? Als de groene politie begint te schieten, eindigt de februaristaking in Zaandam. Eén man komt om het leven door een verdwaalde kogel. Het is de slagersknecht Jan Keizer uit Middellie. De burgemeester stond de staking toe. Hij wordt door de Duitsers direct ontslagen en vervangen door een NSB'er.
Zaandam krijgt een boete van liefst 500.000 gulden en er wordt een SS-regiment geplaatst in de stad. De staking heeft ook een positief effect. Vanaf dit moment groeit het verzet tegen de bezetter en verzetsmensen weten dat ze kunnen rekenen op de steun van duizenden Zaankanters. En ik denk dat die februari-staking er ook in de Zaanstreek toe geleid heeft dat in het verzet daarna dat er een soort bescherming was van de bevolking. Want je had niet natuurlijk in de Westzijde schouder aan schouder gelopen met je buurman die niet mocht weten dat jij in het verzet zat of wat dan ook. Ik heb er meegedaan. Als ik het niet meegedaan had, had ik toch al een vervelend gevoel gehad. Misschien. Ja, ik was geen held hoor. Dus ik zat niet in het verzet. Ik vond op zich het staken ook al gevaarlijk voor mij als ambtenaar. Alles was rotmof. En toen de oorlog afgelopen was en de vrede was getekend, zei ik tegen mijn kinderen: we gaan van nu af aan niet meer over rotmoffen praten, maar gewoon over Duitsers. Op slotverrekening, er moet vrede komen en daar moeten wij ook een begin mee maken.